Hoi. Ivy. Weet je wie ik ben? Danielle. Ja. Dus zit hier. Zie je school? Ja, want jij gaat naar groep 3. Ja. Toch? Hoe leer je iemand kennen dan? Wij kennen elkaar eigenlijk ook niet heel goed, toch? Nee. Wat zouden we nou voor vragen aan elkaar kunnen stellen dat we elkaar dadelijk goed kennen? In welke klas zit jij? Hoe oud ik ben? Nee. Wat denk je? 14. 14? Mag ik toch geen auto rijden? Ik bedoel, 8. Heb je ook een beste vriend of vriendin? Ja. Wat betekent vriendschap dan eigenlijk? Dat je besties bent met elkaar. Net zoals mama altijd met mij is. Als ik naar de wc moet, dan moet je het kunnen maar 2 kindjes naar de wc. Oh. Dan krijg je ook zo'n mooie plasketting met kralen? Nee. Je hebt maar 2 kraakjes. Dan moet je 2 plasketjes ophangen. En dan kan tussen buiten spelen, kan je plassen. En tijdens werken. Als iemand kijkt als je gaat plassen, dan is dat niet zo netjes om te kijken. Alleen als je allebei aan de wc moet, dan pas mag je kijken, toch? Als ik en jij allebei moeten plassen, dan mag je pas alleen plassen. Dan mag je pas alleen plassen. Als iemand moet plassen en jij niet, dan mag je niet gaan plassen. Als je wil poepen? Dan moet je eventjes de deur dicht doen en dan moet je bij de deur wachten. Want dan ruik je soms iets vies. Waarom stinkt poep eigenlijk altijd zo? Omdat dat hoort. Waarom ruikt het niet naar bloemetjes? Dat is niet van bloemetjes gemaakt. Waar dan van? Soms, als je heel veel nootjes eet, dan zitten nootjes in je poep, toch? Ja, als je bananen eet, dan zitten bananen in je poep. Ja. Toch? Maar ik heb vandaag geen bananen gehad. Hoe lang duurt het dan totdat je eruit poept? 6 minuutjes. 6 minuten? Als het pijn doet, dan moet je nog niet naar de wc als je wel moet. Als je weer gaat afvegen, dan doet het pijn. Ja, ook als je niet goed afveegt. Dat wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik had een keertje bij mijn papa en mama uit eten geweest. Heel erg pijn gedaan, want ik wilde omhoog klimmen. Met mijn Barbie. Mijn Barbie is bij mama thuis. Mijn Barbie is wel nog heel? Ja. Ben jij ooit door de McDrive geweest? Nog niet. Is dat jouw eerste keer? Ja. Ja, dan komt er een stem en die zegt... Mag ik u bestellen? Mag ik u bestellen? In Happy Meal. Wil je iets in de koffie? Nee, dankjewel. Nee. Wat is jouw eten dan? Ik heb koffie. Lekker. Oeh, lekker. Eigenlijk, dat poppetje staat eigenlijk toch nooit hier. Dat is Ronald. Hoe heet dat dan? Ronald McDonald. Het gezicht van de McDonald's. Er zit een prinsessendraaier daar binnen, zie je dat? Die draait daar zo rond. Weet je hoe zij heet? Nee. Marilyn. Is dat een vriend van de jongen? Toen hebben we allebei zo krulletjes heel boven hier. Ja. Dat zit in de mond. Kunnen we zelf een lied gaan zingen? Tamina, Mina, Sandrina, Esther voor Afrika. Heb jij een geheim? Ja, dat mijn vader de allerliefste is en mijn moeder. Oh. Dat geeft hij nooit. Wat heb jij geleerd van papa en mama? Hoe je te oud moet schrijven. Oké, okay. Nog meer? Helemaal zand. Ja. Hey, eruit. Deze kant horen. Heb je je vermaakt? Ja, leuk. Ik ook.